Vandaag in Deventer nu. Hoe kan je de voorzieningen nou op peil houden? Hoe kan je nou samen met inwoners er wat moois van maken? De kloof met fractievoorzitter Tjapko Poppens van de VVD. Ik zie dat hier ook nog kaarsen bovenop staan. Er staan hier wel voor de sier, maar mochten ze aangestoken worden, zorg dat ze goed vaststaan. Brandpreventie in het kader van de brandpreventieweken. Het is even anders als een stad en dat is toch waar heel veel cliënten ook van houden, van de natuur. En wandelen met buren. We staan hier bij het station in Deventer, wat ik ontzettend leuke plek vind omdat er altijd zoveel reuring is. Er is zoveel te doen. Je zit hier in de tijd, er komen mensen rond die op reis gaan, mensen die terugkomen van reis, mensen die uit werk gaan, mensen die naar school gaan. Hang ouderen, hang jongeren, alles door elkaar heen. Dat vind ik ontzettend leuk altijd. Ik moet hier voor mijn werk ook regelmatig via het station en ik vind het een leuke plek. Bovendien een plek ook waar zowel die belangrijk is voor de stad, voor de gemeente Deventer. Je hebt hier niet alleen bus en trein en fiets en voetgangers, maar ook een belangrijke verbindingsweg voor de auto's. Deze single hier. En ja, het is dus ook een belangrijke plek, ook voor Deventer, voor de bereikbaarheid. En dat vinden wij als VVD ook een belangrijk onderwerp. Ik ben raadslid geworden vanuit drie redenen eigenlijk. 10 jaar geleden woonde ik nog in Rotterdam. En toen had ik grote onvrede over wat er toen in mijn straat, ik woonde in Hartje, Rotterdam, gebeurde. Er was een tijd vol met taboes, shit op straat, gedoe, agressiviteit. Ik wilde ook in mijn partij, de VVD, toen al actief daarvoor worden. Nou, ik had me voorgenomen waar ik ook terechtkom, ik wil in die politiek actief worden, in de lokale politiek. Vanwege omstandigheden van mijn vrouw, die ging hier werken in deze buurt, zijn we naar Deventer verhuisd. Ik ben in 2002 komen wonen. En ik werd vrij snel daarna gevraagd of ik in de gemeenteraad wilde zitten. En ja, naast die onvrede toe heb ik inmiddels ook heel veel nieuwsgierigheid gekregen naar hoe werkt de gemeente, hoe zit de politiek in elkaar. Wat ik belangrijk vind lokaal is dat je echt iets kunt betekenen. Ik vind het als VVD belangrijk dat je meer ruimte geeft aan mensen, meer vrijheid geeft aan mensen. Er zijn heel veel onderwerpen lokaal die ertoe doen. Kijk bijvoorbeeld naar hoe je een plattelandsgebied waar te maken is met steeds minder landbouwbedrijven. Hoe kan je die toch leefbaar houden? Hoe kan je de dorpen leefbaar houden? Belangrijk dat je als raadslid daar ook wat mee kunt. Je kunt namelijk zorgen dat je bestemmingsplan wat soepeler maakt. Je kan zorgen dat je meer ruimte geeft aan mensen die met nieuwe bedrijfstakken willen beginnen. Je kunt je ook bekommeren om dorpen. Hoe kan je de voorzieningen nou op peil houden? Hoe kan je nou samen met inwoners er wat moois van maken? En als raadslid in de stad ook. Je kan je culturele sector versterken. Je kan zorgen dat je vanuit bereikbaarheid bedrijventerreinen actief bent. Je hebt heel veel mogelijkheden als raadslid. Veel meer dan ik wist toen ik een paar jaar geleden actief werd. Wat ik voor het station ga betekenen is een combinatie van dingen eigenlijk. Ik vind het allereerst belangrijk dat het verkeersknelpunt die je regelmatig hier op de single hebt, dat opgeknapt wordt. Betere doorstroming verkeer. Daarnaast belangrijk dat we meer van dat hele mooie monumentale Rijsterborgen Park gebruik gaan maken. Dus meer groen ook hier bij het station. Ik vind zoals de fietsen nu georganiseerd zijn, dat ziet er niet uit. Het is geen visitekaartje voor de stad. En we vinden het belangrijk ook dat daar wat aan gedaan wordt. Er zijn nu nieuwe plannen voor het station. Wij staan er ook van harte achter als VVD. Met ruimte voor water, ruimte voor betere verkeersdoorstroming, groen. En tegelijkertijd ook een beter visitekaartje naar de stad. Waar je van die mooie schouwburg kunt genieten. Waar je zo richting de binnenstad, naar de horeca en naar de winkels loopt. Dat vinden wij belangrijk. Ik ben er trots op dat mede dankzij de VVD bijvoorbeeld de Siemelingsweg, verdubbeling van de Siemelingsweg, nu bijna gerealiseerd is. Ook al jarenlang een knelpunt in het verkeer. Vinden we niet goed. Het is belangrijk dat onze stad, onze gemeente goed bereikbaar is. En nou, binnenkort is de officiële opening. We'll be right back.
De maand oktober staat in het teken van brandpreventie. Welke maatregelen kunt u nemen om brand te voorkomen? Het thema dit jaar is: wat doe jij bij brand? Uit onderzoek is gebleken dat kinderen, ouders en ouderen minder zelfredzaam zijn. In deze aflevering gaan we op bezoek bij de heer Kotvis. Het is alleen in mijn geval is het een beetje moeilijker. Om, als ik s'avonds dus naar bed ga, dan moet ik mijn gehoorapparaat uitdoen. Waardoor het dus voor mij moeilijker is om dan, als die brandweer eraf zou gaan, dat ik dat zou horen. Ja, inmiddels heb ik gehoord dat er wel een mogelijkheden aanwezig zijn om daar toch een oplossing voor te vinden. Met name senioren zijn vaak last van het gehoor, zeg maar, slechthorend. Dus deze wordt moeilijk wakker bij brand. Dus ook daar is een zaak, zeg maar, voldoende geluidsniveau van de rookmelder vereist, zeg maar, zodat deze mensen wel wakker worden. De brandweer bekeek het huis van de heer Kotvis en constateerde dat zijn vluchtmogelijkheden in huis goed zijn. Ja, meneer die heeft op zich wel voldoende vluchtmogelijkheden, veel ramen. Meneer slaapt zelf ook op de begaande grond, dus meneer heeft voldoende vluchtruimtes. En dat plan is voor mij heel eenvoudig, want ik heb 5 uitgangen waarbij ik dus direct naar buiten kan. Dus het is geen enkel probleem. Hij heeft veel maatregelen genomen om zijn huis brandveilig te maken. Hij heeft bijvoorbeeld zijn houtkachel laten vervangen door een elektrische. Er zijn veel dingen waar mensen vaak niet aan denken bij brandpreventie. Zoals de televisie die in stand-by stand brand kan veroorzaken. Wanneer via een televisie staan, zorg altijd dat dit soort beeldbuizen niet op stand-by staat. Dus, er zit een apparaat in, zeg maar, die warmte produceren, waardoor het stof aantrekt en dat weer ook weer brand kan veroorzaken. Dus ik zou zeggen, altijd even een stand-by knopje uit, dus niet op stand-by staan. Ik zie dat hier ook nog kaarsen bovenop staan, dus staan hier wel voor de sier, maar mochten ze aangestoken worden, zorg dat ze goed vaststaan en niet te dicht bij brandbare materialen, zoals hier bijvoorbeeld het gordijn. Dus altijd zorg dat ze vrij staan, de warmte weg kan. Ik zie ook dat meneer netjes alles in stopcontacten heeft. Geen stekkerdozen, te veel stekkerdozen achter elkaar. Om even voor overbelasting, waardoor dat dus brand kan veroorzaken. Oké, daar hangt er ook wel dat mooi in het midden. Mooi halverwege de gang bij de slaapkamer. Dus meneer slechthorend. Tegenwoordig zijn er ook rookmelders die draadloos koppelbaar zijn. Dus ook om het geluidsniveau te halen, zodat meneer ook wakker wordt. Meneer heeft hier een raam in de slaapkamer. Mooi om te vluchten, zeg maar. Die heeft ook de sleutels binnen handbereik, dus ook bij verminderd zicht, zeg maar, en spoed, dat gewoon de sleutels te vinden is en dat meneer het raam kan openen en eventueel via het raam kunnen vluchten. Zijn er dingen waar u zich zorgen over maakt als er brand uit zou breken? Nee, helemaal niet. Alleen dat ik op tijd wakker word, als ik slaap. Het huis van meneer Kotvis is dus goed beveiligd tegen brand. Wilt u uw huis ook brandveilig maken of meer informatie over hoe u dit het beste kunt doen? Kijk dan op de website www.brandweer.nl/brandveiligheid. De taakgroep Wandelen met de Buren is zaterdag 22 oktober van start gegaan. Buren uit wijk 4 met een beperking uit wooncomplex Philadelphia aan de Hondhorststraat en mensen zonder een beperking liepen van de Hondhorststraat naar Nieuw-Randen. Het is voor het eerst dat in deze wijk een wandeling is georganiseerd. Het initiatief komt eigenlijk van een aantal bewoners van de Stichting Philadelphia. Die wonen in een complex in Zandweert-Noord. Die zijn daar iets van 1,5 jaar geleden komen wonen. En toen ze in Kolmsgaten woonden, toen wandelden ze daar al. En nu wonen ze in Zandweert-Noord en hadden ze zoiets, waarom doen we dit niet ook in Zandweert-Noord? Dus ze wilden graag ook wandelen in Zandweert-Noord. Er is veel vraag van cliënten om leuke activiteiten te doen. En omdat we hier pas wonen is het natuurlijk heel belangrijk om met je buren te leren kennen. Dus we hebben eerst een open dag gedaan en wij wandelen graag. Dus we dachten in samenwerking met Raster van, laten we eens kijken of er ook buren zijn die willen wandelen. En dat wou mijn bewoners ook heel graag. Dus zijn we gaan samenwerken. De wandeling maakt deel uit van het wijkprogramma 2011-2012. Hiermee staat de verbondenheid van buren met en zonder een beperking centraal. Vroeger woonden mensen met een beperking in allerlei woonvormen, soms ver in het bos. Nou, we hebben de beweging gehad dat ze wat meer in de stad, in woonhuizen kwamen wonen. En dit is er nog weer een stapje verder om niet alleen er te wonen, maar ook contact met de buurt om hen heen, echt als buurtbewoner te zijn. De route was 5 kilometer en het wandelen ging op een tempo dat iedereen bij kon houden. We dachten, we moeten toch een route hebben wat onze cliënten lopen, wat moeilijker. Rolstoel zit erbij, dus dan moet je toch kijken van wat is haalbaar. En het is natuurlijk een mooi gebied. Het is even anders als een stad. En dat is toch waar heel veel cliënten ook van houden, van de natuur. Dus daar kiezen we ook voor.
Dit is de eerste keer. Ik denk dat de planning is om ongeveer 4 keer per jaar dit te doen. En we hopen dat de volgende keer weer meer buurtbewoners meelopen. Waarom zouden mensen een volgende keer hier aan mee moeten doen? Omdat het gezellig is en gezond, zeg maar.